En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heer. Want de lui kunnen praten, toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat zou ik zo maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Amerika heeft gestemd. Wat vindt u daarvan? Heel vreselijk dat het Trump geworden is. Nou, ik vind het niet zo fijn dat Trump weer president is geworden. Wie weet waar ons te wachten staat. Ja, oh jee, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Wat vind ik ervan? Ieder land heeft zijn eigen dingen natuurlijk. En ieder is een vrij land. Alleen, of ik het er wel mee eens ben of niet mee eens ben... Voor mij had Trump niet gehoeven in ieder geval. Ja, democratie is democratie. Dus soms dan moet je misschien een beetje geven en een beetje nemen. Maar... Ik vind dat Trump oneerlijk is en eigenlijk gewoon liegt over alles. Ik ben er niet blij mee. Want ik ben er niet helemaal happy mee. Ja, jammer. Ja ik was niet voor Trump. Nou, ik vind het eigenlijk wel diep. Triest, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb niet veel vertrouwen in meneer Trump. Het is een keuze en het zal niet mijn keuze zijn geweest. Maar wat gaat het betekenen voor Europa? Ik denk dat het een slechte zaak wordt voor Europa. Hij gaat zijn vingers daarvan terugtrekken en hij zal zijn eigen straatje proberen schoon te vegen. En niet meer in de NATO geld gaan betalen, denk ik hoor, heb ik het idee. Dus we zullen het zien. De oorlog, de oorlogen die er zinloos zijn en... Ja, na alles, hij wil uit de NAVO stappen. Ik denk dat wij minder steun van Amerika krijgen. Op financieel gebied ook. Ja. Ja, het heeft consequenties, denken we, voor Europa. Ja, inderdaad. En consequenties voor ons. Ja. Want wij gaan erop achteruit, dacht ik. Ja. Ik denk gewoon dat Amerika vooral Israël veel gaat steunen. En sowieso in het conflict met Palestina. En ik denk dat Trump... wellicht een groot gevaar kan zijn voor Europa in zijn houding richting Rusland. Aangezien die natuurlijk niet de allerbeste vriendjes is met Poetin, om zo maar te zeggen. Dus dat gaan we zien. Ik denk dat jullie een grote mond heeft. Maar je weet, het is afwachten. Zag je het ook wel aankomen, de verharding in de hele maatschappij en alles. Dat het deze kant weer op zou gaan. Ik denk dat de tijd dat zal moeten leren. Laten we maar hopen dat het allemaal niet zo extreem is als waar we bang voor zijn.